Welkom bij de 46e aflevering van De Machine en ik ontvang vandaag een van de stille krachten van de Nederlandse muziekwereld. Want ja, we kennen haar als Tessa Rose Jackson, tegenwoordig ook als Someone. Klopt. Maar je doet er eigenlijk nog heel veel meer. En dat zijn dingen die je niet zo ziet, maar wel heel erg veel hoort. Reclamemuziek, daar gaan we het over hebben. Filmmuziek ook, want daar besteedt zij heel veel van haar tijd en haar creatieve energie aan. Vak apart, met hele eigen regels en een eigen dynamiek. Leuk om een keer in deze reeks het erover te gaan hebben. Ja, welkom, leuk dat je er bent. Ja, nee, leuk om er te zijn. Hoe ziet die balans er bij jou uit? Hoeveel tijd besteed jij aan dit soort werk? Het verschilt heel erg. Er zijn periodes dat ik, als ik veel aan het spelen ben of ik ben veel bezig met een show opzetten, dan is dat gewoon is mijn hele leven. Ja. En er zijn weken dat ik twee klussen in een week doe en dan Twee klussen in de week, dat is dan ben je daar de hele tijd mee bezig eigenlijk. Nee, dan ben ik er denk ik 3-4 dagen, vier, vijf dagen mee bezig. Allereerst, waar gaan we het niet over hebben? We gaan het niet hebben over Ja Rule, die is off the hook. Ja. In de Fyre Festivalzaak. Hij werd aangeklaagd voor door bezoekers van dat beruchte luxe festival. Ergens op een eiland in de oceaan. Dat heeft nooit plaatsgevonden. En de rapper werd het gezicht van Fyre. Maar volgens de rechter kunnen de eisers niet aantonen dat ze hun kaartje hebben gekocht. Dankzij de reclame die Ja Rule heeft gemaakt. Zo dus. Taylor Swift en Scooter Brown hebben het hier ook eerder over gehad. Die liggen nog steeds met elkaar overhoop. Scooter, de manager van Justin Bieber en de aartsrivaal van Taylor Swift, die kreeg dus de complete backcatalog van Taylor Swift in handen toen hij dat label kocht, Big Machine Records. En Taylor die kwam laatst naar buiten met het bericht dat zij op de American Music Awards niet haar eigen liedjes zou mogen performen. Omdat Scooter daar een stokje voor stak. Nu heeft Scooter in het openbaar gezegd dat hij graag wil praten. Oh ja, maar ze heeft het wel gedaan. Continued. Ze heeft het wel gedaan, gespeeld. Ja, ja. Ze zeiden ook weer, het kwam ook in de media, dat dat helemaal niet zo was. Nee. In elk geval een enorm sassy zaakje. Ik heb wel gelezen wat het was dan. Want hij zei dat de label mocht haar niet tegenhouden om die nummers te spelen. Maar zij controleren wel alle uitingen daarvan. Dus als zij het op YouTube zou willen plaatsen, wat met zo'n optreden heel belangrijk is, dan mag het niet. Oh. Dus dat is wel heel flauw om te zeggen, dat mag wel, maar je mag er gewoon niks mee doen. En dat is de hele reden dat je op zo'n awardshow op gaat treden. Precies, dus dat is natuurlijk dat hartstikke flauw. Ziet. Ja, 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 ja. Dan voor de tweede keer in korte tijd is er een K-pop artiest overleden. Guhara heette zij, was 28-jarige zangeres, lid van de groep Kara. En een maand geleden pleegde een goede vriendin van haar, ook een K-popster, die heette Sully, die pleegde ook zelfmoord. En de vraag in de K-pop scene is dus nu, wordt de druk van de K-popstorm te hoog? En wat is jou opgevallen? Ik zag een heel interessant ding van Coldplay, wat ik ook als artiest een interessant ding vind. Zij gaan namelijk niet toeren, totdat zij een manier hebben gevonden om dat klimaatneutraal te doen. Of zelfs beneficial voor het klimaat. Dat weet ik niet hoe ze dat dan De grapjes doen. Waren niet van de lucht natuurlijk. Precies. Heel goed idee, niet toeren. Ja, precies. Maar het is wel een ding natuurlijk dit jaar. Het is een ding en het is... Het raakt mij ook als artiest. Het is natuurlijk best wel scheef om dat je voor je vak gewoon dingen moet doen waarvan je denkt, want het is niet alleen het reizen. Want kijk, Coldplay is natuurlijk een artiest van wereldformaat. Jij opereert op een ander niveau, maar zeker. Wat voor dingen heb jij dan over als je toert? Nou, waar maak je druk om? Nou, bijvoorbeeld, ik heb afgelopen jaar, maar ik heb ook afgelopen jaar een paar keer in het buitenland gespeeld en dat ik echt dacht van, ik wil eigenlijk heel graag met de trein, maar dat is gewoon niet, dat is niet te betalen. Bovendien moet je dan echt zoveel langer reizen. Je hebt allemaal spullen bij je ook. Je hebt ook allemaal spullen bij je, maar er zijn artiesten die daar oplossingen voor hebben gevonden. Ik las dat Radiohead natuurlijk, die laat alles per boot brengen. Okay. Zij doen namelijk ook niet het grote probleem is dat consolidated toeren, dus dat je vandaag een show in, weet ik veel, Berlijn en dan morgen een show in fucking wherever, Parijs. En dat is niet handig. Maar als je Radiohead, die doen dat niet. Die hebben wat meer tijd daartussen. En dat kunnen ze zich natuurlijk ook veroorloven. Laten we eerlijk zijn. Maar zij zorgen er dus voor dat er meer tijd is en dat dingen dus ook per boot kunnen komen. Ja. En er zijn meer artiesten die dit heel erg aan boord nemen dit jaar.
Ik las over Billie Eilish, die natuurlijk, die heeft ook net bij de American Music Awards opgetreden. Heb je dat gezien? Nee, heb ik niet gezien. Heeft ze All the Good Girls Go to Hell, dat nummer van haar, wat heel duidelijk over climate change gaat. Ja. En dat we allemaal naar de tering gaan. Trad ze op met allemaal vlammen om zich heen. Ja. Dat is echt heel naar. Maar zij is heel erg bezig met het klimaat. En volgens mij voor haar show of na haar show met Jimmy Fallon had ze een filmpje gemaakt met Woody Harrelson, die daar toen aanwezig ook was. En dat filmpje heet Our House is on Fire. En dat is echt een oproep. Het is echt een heftig oproep van hey jongens, gaat mis. Jullie moeten dit doen. Ga actie voeren. Ga dit doen. Maar haar plan voor haar tour is best wel cool. Zij wil niet alleen wil ze ervoor zorgen dat geen single-use plastic wordt verkocht. Glastonbury gaat dat ook doen volgens mij volgend jaar. Ja. Dus geen flesjes eenmalig te gebruiken, plastic flesjes. Maar zij gaat een zogeheten Billie Eilish Eco Village meenemen. Gemaakt van bamboe, I guess, of zo. Niet sustainables. Maar het idee is dat fans daar langs kunnen komen en kunnen leren over klimaatverandering. Hoe ze daar zelf iets aan, zeg maar, kunnen doen in het dagelijks leven. Het is wel grappig, hè? Want zij komt natuurlijk vanuit het niks. Ze is er nu ineens. Ze is nu een wereldster. Coldplay, daarvan denken we allemaal nog, ja, dat was toch die band die een paar jaar geleden 100.000 armbandjes uitdeelde met lampjes erin voor alle publiek. Ja. Dan, nou ja, maar dan heb je ineens een history ook als artiest. Zeker. Maar de tegenstrijdigheden liggen overal. Hè? U2 bijvoorbeeld. Waarvan je denkt van, oh ja, Bono die was toch Greenpeace in de jaren 90. Zeker, Mandela, alles. Maar die hadden een hele grote claw-constructie. Volgens mij 2004. Dat was een soort weird. Ja, het zag eruit als een klauw. En het idee was dat de band dan in het midden kon spelen en het publiek dan 360 graden eromheen kon zitten. Ja. En er was, ik weet niet hoe betrouwbaar dit is, maar hij heeft gelezen dat er een Green Action groep had berekend dat ze daarmee, ze hadden 14 bussen nodig om dat ding te vervoeren. Oh ja, ja, ja. Ja, nou, dat ze is natuurlijk daarmee een carbon footprint hadden die net zo groot was als een return mission naar Mars. Niet. Ik denk dat dat een beetje cushioned is, maar ik vond het wel, het is wel dat je denkt van, goh, hoe rijmt dat met je Greenpeace-periode? Ja, ja. Maar het is allemaal, ik denk dat het ook gewoon een periode is van leren. En twee keer nadenken over allemaal dingen die we misschien ervaren als normaal. En waar we niet echt over nadenken. We gaan het hebben over reclamemuziek. Ja, want hier ging het allemaal niet over. Nee, daar gingen we het niet over hebben. Niet over Coldplay. Maar wel interessant om het er toch even over gehad te hebben. Stiekem Zullen wel. We beginnen met jouw greatest hits? Mijn greatest hits. In de reclamemuziek. Lachen. Ja, dat was een hondje van de Volkswagen. De Vodafone theme anthem. Yeah. Ethos tune. En nog een Volkswagen reclame. En een Hunke Muller kerst special die zo, als ik hem zo hoor, helemaal niet kerst klinkt. Nee hoor, dat was super leuk om te doen. Ja, want ik hoor ook eigenlijk wel meteen jouw signatuur erin. Je hoort dat jij het bent. Nou, maar ik zing het niet, hè? In allebei die dingen. Nee, maar toch hoor je het. Dat vind ik vet. Er zit wel een soort ding in van jouzelf. Daar kun je dus iets mee, iets in kwijt, zeg maar. Ja. Ja, nou, ik vind het ontzettend leerzaam vooral. Dat is het. Hoe ziet jouw beroepspraktijk eruit wat dat betreft? Want dit zijn best wel grote merken die reclame willen. Ja. Die kloppen dan bij jou aan? Of moet je een pitch doen? Hoe werkt dat? Ja, je moet altijd een pitch doen. Sowieso, ik doe dit. Ik ben begonnen toen ik 18 was. Toen kwam ik net terug uit Engeland. Er was een website, ik weet nou niet meer wat het was. Maar je kon daar je kon een demootje uploaden, gewoon voor de lol. En dan konden mensen uit de industrie dat horen. Ik weet niet wat dat was. Het was een goede website. In ieder geval een reclamebureau, dat heette Scissor, die hoorde dat en die vonden mijn Engels accent goed. Want ik ben hoe oud was je? 18. 18, net dus 18. Echt gewoon, je nog groen achter de oren, nat achter de oren. Nou, ik kwam, niet helemaal, want ik had net 2 jaar muziek gestudeerd in Engeland. Ja. Ik ben best vroeg gaan doen. Dus ik had toen al 2 albums klaar.
vond dat ik heel ver heel goed bezig was. Was ik ook wel hoor, maar was zeker nog wel groen achter de oren, laat ik het zo zeggen. Zij vonden mijn Engelse accent goed. En toen werd ik uitgenodigd om een keer wat in te zingen. En toen vroegen ze van... We kunnen jou gebruiken. Ja, nou kan je ook schrijven. En toen zat ik... Ik was een enorme bluffer. En ik zat zo, ja hoor. Ik had nog nooit in mijn eentje geschreven, maar ik zat zo, sure, kan ik wel. Ja, joh. En nou, eerst bakte ik er eigenlijk helemaal niks van. Maar blijkbaar was het, had het potentie. Na 2 jaar kreeg ik echt inderdaad campagnes. Ging dingen winnen, zeg maar. Maar er is altijd een pitch. Dus ik schrijf altijd, of grotendeels, via Scissor Amsterdam. En zij dus zij een van de grootste, hè? Je hebt Massive, ja. Je hebt Scissor, je hebt nog een paar, denk ik. Maar ja, dat is een van de grootste. En ik, ja, toen ik instapte, waren ze nog met z'n vieren. Dus dat, ik heb, ben een beetje meegegroeid. Ja, dat is groot. Ja, je hebt natuurlijk heel veel mensen die er losjes mee te maken hebben, die opdrachten doen. Ja, ja, nee, maar het is het. En weet je dan ook wie er dan nog meer een opdracht indienen? Zijn er collega-muzikanten die dan ook op Vodafone en op Ethos schrijven? Ja, nee, maar dat is heel leuk. En dan app je elkaar van, wat heb jij gemaakt? Ja, of godverdomme. Ja, gewoon. Ja, laat eens horen dan. Oh ja, die van jou was wel beter inderdaad. Ja, goed gedaan. Nee, ja. Bijvoorbeeld Koen van Klankstof. Ik weet niet of je dat kent. Ja, ja, zeker. Dat is een goede vriend van mij. Die doet dat ook heel vaak. En wij zingen ook wel eens elkaars demo's in. Dus dat, als je denkt, ik heb een mannenstem nodig. Ja, en dan is het, oh, volgens mij doen wij dezelfde klus. Ja, godverdomme. Lekker bezig. En, ja. De Ethos tune bijvoorbeeld. Dat was met Josephine van Schaik van de Mistrons. Jullie kent. Dat was tijdens een schrijfkamp ook. Dat was georganiseerd door Scissor tijdens Eurosonic 2 jaar geleden volgens mij. En toen moesten we allemaal pitchen tegen elkaar. En toen waren Josephine en ik waren met z'n tweeën. Zaten we samen in de studio en dan hadden we dat nummer gemaakt. Maar dit is best wel intensief werk natuurlijk, zo'n pitch maken. Dat is eigenlijk het creatieve denkwerk. Je zit, nou ja, ik moet even denken... Ik zag van de week, ik heb een nieuwe serie ontdekt. Die gaat hierover. Ja. Staat op Netflix, is gemaakt door KPN. En die serie heet Toon. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. Nee, dat is waanzinnig grappig. Gaat over een jongen die muzikant is. En die, ja, elke aflevering begint ook bij dat die jongen dan op kantoor zit bij die reclamejongens. Ja. En die vinden dan iets van wat hij bedacht heeft. En meestal heeft hij eigenlijk niks bedacht. Hij is namelijk eigenlijk helemaal niet zo creatief. Waanzinnig grappig. Het is ook een ding dat je... Je ziet hem ook de hele tijd in de studio en je moet dan bij wijze van spreken een badschuim of een allesreiniger. Mm-hmm. Of in dit geval een drogisterij. Yeah. Moet je iets verzinnen. Yeah. En dat is het creatieve werk. Maar dat zit eigenlijk al in je pitch. Yeah. Waar je denk ik nog niet voor betaald krijgt. Jawel. Ja, dat hangt vanaf voor wie je schrijft. Hè? En dat hangt ook vanaf hoe lang je bezig bent. Aan het begin kreeg ik geen demo fee en toen kreeg ik een kleine demo fee. En inmiddels ben ik zo... Dat is een soort hiërarchie. Precies. Ah ja, maar dit is ook gewoon punten scoren, als het ware. Gewoon ja. jaren die je erin hebt gestopt. Als jij de Ethos Anthem een keer bereikt hebt, dan heb je een andere positie binnen zo'n bedrijf dan wanneer ik nu probeer iets te maken. Ja, ja. En het heeft ook gewoon te maken met je soort van affiniteit met dat bedrijf. Als zij denken van, hey, maar ze... Zij is echt goed en we willen haar vaker hebben. Dan betalen ze je ook meer voor de demo fees. Want dan maak je tijd voor hun demo's. En krijg je dan een opdracht mee? Een omschrijving van we willen het energiek. Of we willen deze tekst moet erin. Ja. Hoe gaat dat? Nou, ik vind dat dus het belangrijkste aan reclame muziek. Ik heb Toon nog niet gezien. Dus dat kan ik niet over oordelen. Maar ik ageer wel eens tegen dat idee van dat reclame muziek maken... dat soort van jingles schrijven is. Jingles of soort van... Nou, er is badschuim. Hoe verkoop je badschuim? Ja. Dat is niet mijn insteek. Dan zou ik het ook never nooit volhouden. Dat is wel het cliché dat we zien in Toon. Heel duidelijk. Oké, okay, top. Ja. Nou, dat is in principe niet hoe het werkt voor mij. Nee. En voor heel veel mensen, denk ik. Want het hangt er natuurlijk ook vanaf... wat voor cliënten je hebt en hoe het werkt. En hoe zij erin staan. Maar wat ik heel erg heb gemerkt in de reclame muziek is dat... Een product verkopen als gewoon een product is eigenlijk een beetje uit. Wat mensen nu willen verkopen, en dat is, ja, hier kan je een mening over hebben natuurlijk, is een brand of een lifestyle. Een beleving. Ja, we hebben, weet je, je wil niet per se specifiek die broek van de Diesel, want er zijn overal broeken. We zijn zo saturated tegenwoordig, je kan alles krijgen. Maar wat je wil, is jij wil die stijl van Diesel, die vibe die daar mee in meekomt. Dus je bent iets veel groters aan het doen dan gewoon, hier, spijkerbroek, koop. Maar dat betekent als muzikant dat je iets veel interessanters aan het doen bent. Namelijk je met een stijl of een sfeer aan het neerzetten. En hoe dat werkt met een briefing is dat je bijvoorbeeld... je krijgt een briefing van dit is de film. Of je krijgt de film al bijgeleverd. Hangt vanaf hoe ver in het proces ze zijn. En dan staan er inderdaad meestal van... Nou, dit soort gevoelens moet het oproepen. Of we willen dat
Dat het zo, dit is het verhaal. Dit doet onze concurrent. Zeggen ze dat er ook wel eens bij? Dit is de concurrent en daar moet het van verschillen? Nee, meestal niet. Niet zo direct. Maar het is natuurlijk wel, het heeft wel eens te maken met bijvoorbeeld als je voor Hornbach componeert, dan Hornbach heeft een stijl. En die is heel erg Hornbach. En dan zeggen ze niet, ja, maar de praxis die heeft dit, dus dat moeten we niet doen. Maar het is wel van, nee, maar dit is wel ons dingetje. Maar jij gaat er als componist, neem ik aan, op die manier ook wel naar kijken. Ik kijk niet zozeer naar de tegenstanders. Nee, of tegenstanders. Concurrenten. Nee, maar ik kijk wel naar, oké, wat is een beetje de stijl van deze brand? En daar moet ik wel in passen. En dat is leuk, want dan kaders maken. Daarom zei ik, het is heel leerzaam als muzikant, omdat je... kaders zijn eigenlijk heel lekker soms. En wat je dan meestal krijgt, is je krijgt 2 of 3 muziekbriefings. Dus dan heb je bijvoorbeeld, oh, we vinden de sfeer van deze track heel goed. En we vinden de klank van de strijkers en dit heel vet. En in deze vinden we tempo heel goed werken. En dan is het een superleuk puzzeltje om eigenlijk een beetje uit te zoomen en een beetje na te denken van, oké, wat maakt nou deze track dat dit goed aansluit? En dan moet je eigenlijk best wel diep in je soort van je muziekkennis gaan duiken. Van oké, maar ik denk dat dat komt omdat het heel erg 70's is opgenomen. En dat klopt heel erg bij dit gevoel van deze film. Want die vader die is ongeveer de leeftijd dat hij in de 70's, weet ik veel, 20 zou zijn. Logisch, whatever, dit is de muziek die hij zou luisteren. Dus dan moet je induiken van oké, nou, hoe maak ik iets 70's? Of hoe laat ik het zo klinken? En dan ga ik bouwen en ik denk, er was een trend een tijd in de reclame muziek waar ik ook heel erg niet blij mee was. Van echt namaken van dingen. Ja, dat zeiden we willen graag de Strokes of we willen graag de Libertines. En dat of, hoor je meteen. Michael Jackson. Ja, en dat is heel lelijk. En dat vind ik ook verschrikkelijk. Maar er zijn een paar lawsuits geweest. En sindsdien zijn mensen voorzichtiger. En dat is top. Want dat betekent, ik heb het eigenlijk al vanaf het begin gedaan. Dat ik dacht van, ik ga dit niet namaken, dat wil ik niet. Maar ik neem wel een essentie van wat die track tof maakt. En dan luister ik die track niet meer, zet ik hem weg. En dan ga ik gewoon helemaal mijn eigen ding doen. Soms raak je helemaal van de route en maak je iets totaal anders. Maar als de kern het soort van hetzelfde gevoel heeft of zo, dan heb je het goed gedaan. Ik heb nu net naar die wat zijn het, 5 fragmentjes van je zitten luisteren. Mm-hmm. Die zijn eigenlijk best wel verschillend. Ja. Maar wat is nou de overeenkomst? Wat maakt dat deze alle 5 in een reclame tot zijn recht komen? De ene is snel, de andere is langzaam. Ja. Nou, wat ik altijd... ik geef ook lessen over compositie. En dan heb ik ook een onderdeel over reclame. Dan zeg ik altijd van, nou, wat je moet voorstellen bij reclame, daarom is het super leerzaam als componist. Je hebt maar 30 seconden. Soms 60. Als je een fancy commercial doet. Maar in principe 30 seconden. Ja. En in 30 seconden moet jij muzikaal je hele verhaal vertellen. En 30 seconden lijkt me zelfs al best wel lang. Of is het gemiddeld wel 30 seconden? Het is gemiddeld wel 30 seconden, ja. Dus wat je moet doen is gewoon, weet je, op zijn jeugd van tegenwoordig niks intro, shit begint als het begint, joh. Gewoon aan het begin iets wat meteen pakt. En dus het is eigenlijk een kwestie van supergoeie klankwerelden maken, vind ik. Dingen die waarvan je meteen denkt van, oh, dat is een lekker geluid. Of dat klinkt, het moet gewoon meteen pakken. En goede melodieën schrijven. Maar dat moet tegenwoordig, als je op Spotify op wil vallen, natuurlijk ook. Dus in die zin neem je dat lekker mee weer naar liedjes. Het grappige is dat ik soms het idee heb dat ik in mijn eigen muziek daar juist tegenovergestelde doe. Ja? Ja, dan ik hou de laatste zat, tijd. Dan wil je niet meer zo denken. Nee, ik heb de afgelopen 3 nummers zijn denk ik langer dan 5 minuten die ik heb gemaakt. Wat heb je nou geleerd? Helemaal niks. Het is juist leuk, dan ga je de extreme opzoeken of de dingen helemaal op zijn kop zetten. Nee, all jokes aside, ben ik wel mijn... Als ik een signature heb, dan is het inderdaad dat ik gewoon melodieën heel erg belangrijk vind. En dat dingen blijven hangen. En niet op een super cheesy, cheape manier. Maar dat het goede melodieën zijn die net verrassend zijn of net iets bijzonders zijn, doen waardoor het in je hoofd blijft hangen. Laten we even naar een paar classics gaan. Ja. Want muzikanten doen dit al heel lang. Mm-hmm. En er is ook vaak over gediscussieerd. Dat moeten wij zo ook maar eens doen. Of het nou een goed idee is als muzikant om je aan een reclame te verbinden. Mm-hmm. Laten we beginnen met Michael Jackson. En dan gaan we meteen door met de Rolling Stones en Randy Newman. 3 klassiekers uit de reclame. You're a whole new generation. You're loving what they do. I put a Pepsi in the motion. But that choice is up to you. Hey.
Talking crisp, Rice Krispies. I drink Dr. Pepper, don't you see? 'Cause it's the perfect taste for me. That original taste, you know, is making peppers everywhere I go. Deze is echt hilarisch. Maar die van Michael Jackson, oh, wat natuurlijk echt een big deal was in de jaren 80. Hij ging in zee met Pepsi en veranderde zijn hit. Ja, dus in een Pepsi anthem. Ja, ja, nee. Dat is echt not done, hè? Nee, ik vind dit allemaal heel erg not done. Ja? Maar tenminste, ik vind die Dr. Pepper wel grappig. Ja, maar de Rolling Stones die reclame maken voor Rice Krispies, dat kan ook echt niet. Eigenlijk niet. Maar waarom kan dat dan niet? Nou, kijk, als Mick Jagger nou graag Rice Krispies eet bij het ontbijt. Het gaat, weet je wat het is? Het mag totaal. Het gaat voor mij heel erg om hoe je erin staat. De Randy Newman vind ik wel grappig, omdat ik hoor daar humor in. Je moet een beetje om jezelf. Randy Newman helemaal niet met Dr. Pepper. Zou die dat nou drinken? Nee, dat is waar. Nee. Oké, dan zijn er twee dingen. Eén, je moet om jezelf kunnen lachen. Dat vind ik gewoon wel echt heel belangrijk. Ik vind het kan bij mij bijdragen aan een artiest als ik denk van. Als het klopt en iemand heeft een beetje gewoon een beetje humor, kan een beetje om zichzelf lachen, dan vind ik dat leuk. Maar het moet wel kloppen bij je imago. En twee, ja, het maakt natuurlijk wel uit wat je brand is. Maar er zijn natuurlijk eigenlijk twee dingen aan de hand. Dit zijn drie artiesten die herkenbaar zijn als zichzelf. Ja. En Michael Jackson gebruikt zelfs een hit van zichzelf. Ja. En dan dat is weer een. Je hebt een andere categorie nog, namelijk dat een liedje van jou gelicenseerd wordt aan een merk. En je hebt de manier waarop jij werkt. Dat is dat jij zelf eigenlijk niet herkenbaar bent. Dat er niet gezegd wordt, hi, I'm Tessa Rose Jackson. Nee, daar zijn namen Ethos voor. Hè? Dat is dat Sync is dat het eronder wordt gelegd als bestaand nummer. En Bespoke is dat het custom gemaakt wordt, zeg maar. Ja, en dat laatste is wat jij doet. Ja. Maar dit is eigenlijk custom gemaakt voor zo'n merk. Maar wel heel duidelijk met Michael Jackson als uithangbord. Jackson stond, Pepsi stond ook op alle uitingen van Michael Jackson. Ja. En dat zijn natuurlijk drie hele verschillende dingen. Ja. Hoe kijk je daarnaar? Nou kijk, ik vind dit heel muzikaal heel lelijk. En het heeft te maken denk ik met dat verschil wat ik net aankaartte van vroeger verkocht je een product. En dat is gewoon hoe reclame werkte. Je zingt over Pepsi. Yeah. Maar tegenwoordig zijn we wat fijngevoeliger daarin geworden. Vinden we dat niet meer leuk. Dus dan gaat het meer om dat er een song is die het gevoel uitdraagt van een track. Bijvoorbeeld weet ik veel de Asteroids Galaxy Tour voor de Heineken reclame een hele tijd terug. Dat was en die zaten ook in de reclame. Ook in de Apple reclame zaten die. Is dat zo? Ja, volgens mij zijn ze daar. iTunes zijn ze mee doorgebroken. Ah, nou, there you go. Nou, dan konden ze dat goed. Ja. Maar zij zingen niet koop de nieuwe iPhone of koop een Heineken. Want dat werkt gewoon niet meer. Nee. Godzijdank. Zij zongen gewoon een tof nummer die qua sfeer aansloot bij het merk. En dan op dat soort manieren kan het credible zijn. Maar het gaat er echt om wat die brand is. Kijk, ik bijvoorbeeld. Ik zou mezelf niet licenseren aan iets als McDonald's. Dat zou ik gewoon niet doen. En het is natuurlijk allemaal heel erg. Weet je? Maar Vodafone is wel oké. Okay. Ja. En Hunkemuller. Wow. Ik weet niet of ik mijn artiestennaam eraan zou linken. En dat is een beetje een ding, denk ik. Maar dat is echt wel veranderd. Hè? Er zijn heel veel muzikanten, maar zeker in Nederland, waar natuurlijk heel veel muzikanten niet kunnen leven van hun muziek zelf, van hun eigen muziek. Dan ga je dit doen. Dat is ook leuk om te doen. Je bent de hele tijd in de studio bezig. Ja. Dat is wat anders dan je artiest zijn verbinden. Ja. Ik moest er lachen. Vorig jaar was er zo'n reclame. Die werd heel veel uitgezonden bij dat WK vrouwenvoetbal. Ja. Maroon 5 zat daarin. Oeh. Met een liedje. Alleen het was zo. Ja, niemand kent die lui. Niemand weet hoe die jongens eruit zien. Dus er stond ook echt in beeld dat het Maroon 5 was. Oh nee. Het was gênant. Maar dat zie je in Nederland natuurlijk eigenlijk niemand doen. Er is geen enkele Nederlandse artiest die in beeld, bij wijze van spreken De Staat, wat toch best bekend is. Of bij wijze van spreken Ilse de Lange in een reclame opduiken met Robijntje of welk merk dan ook. Dat zie je eigenlijk helemaal niet meer. Nee, eigenlijk niet. Nee, ik denk dat... Nou, ik zit aan het denken of er niet wel wat voorbeelden van zijn.
Nee, waarschijnlijk niet. Ik denk dat veel mensen het wel leuk vinden om te doen. Maar dat het gewoon de stap naar echt je naam eraan linken forever, dat is wel pittig. Ik denk ook dat het heeft misschien wel ook te maken met het feit dat we nu internet hebben. Dus zo'n filmpje is niet zeg maar voor een paar maanden op tv, maar dat is forever ever. Dat gaat nooit meer weg. Zeg maar. Dus als je dan later denkt van, dan kan je niet meer terug. Maar ik denk, ik denk dat het nog altijd wel een ding is waar je niet zo snel als artiest zomaar instapt. Maar jij wilde er in eerste instantie ook liever niet over praten als we bijvoorbeeld een interview met jou wilden doen over je eigen muziek. Ja. Dan wilde je eigenlijk liever niet over dit werk praten. Klopt. Ik denk dat ik ook een hele tijd me bang was dat mensen die soort dat commerciële zouden gaan lezen in mijn eigen muziek. En dat was voor mij heel belangrijk dat ik zelf een soort van credible zou zijn. Ben je daar niet meer bang voor? Nee. Is reclame muziek maken minder problematisch of meer credible geworden? Ja. Ja, ik ben eigenlijk wel heel trots op mijn werk. En ik vind, ik denk dat het nogmaals ook gewoon echt heel erg te maken heeft met dat je om jezelf kan lachen of zo. Yeah. Kijk, zo'n Vodafone tune, ik vind het gewoon heel erg grappig. En dan kan je ervan vinden wat je wil. Of je kan denken van, dat is, weet ik veel, flauw muziekje. En dan zeg ik, ja. Is ook de bedoeling. Wel een leuk flauw muziekje. Ja. En, dus dat maakt je allemaal niet met je verluid. Nee, ik vind het, zoals ik zei, ik ben er trots op. Ik denk dat het is een moeilijk vak. En niet iedereen kan het. En je hebt echt mensen die er goed in zijn. En het is ook gewoon iets waarvan ik ook denk, zeker als docent ook, dat ik zeg van, hey, als je de muziek in gaat, het is wel echt heel moeilijk om je geld te verdienen met je eigen muziek. En je moet het vooral proberen. Maar als je goed bent in schrijven, en je vindt het leuk, en je zoekt een toffe leerschool om ook beter te worden met produceren en arrangeren en het hele pakket, dan is het gewoon een hele goede business om in te gaan zitten. Hey, tot slot over die reclames. Hoe werkt het nou? Krijg jij nou elke keer als de Vodafone reclame of de Ethos reclame of al die dingen die je gemaakt hebt uitgezonden wordt een bedragje? Of word je afgekocht? Hoe werkt dat? Hangt vanaf weer voor wie je schrijft qua bedrijf. Ik met Scissor deel mijn auteursrechten gedeeltelijk. Met Scissor? Ja, met het bedrijf. Ja, dus elke keer als Vodafone wordt uitgezonden, krijg ik een gedeelte en krijgen zij een gedeelte. En zij tekenen mee op een productie die ze eigenlijk niet hebben gemaakt, maar wel voor jou geregeld eigenlijk. Kijk, hier zijn heel veel discussies over. Maar ik heb er veel over nagedacht. En ik vind voor de samenwerking die ik heb, vind ik het wel kloppen. Omdat het per productie verschilt. Soms krijg ik heel veel begeleiding. En worden er ook heel veel. Lever ik een stuk muziek, een project af. En gaan zij nog 1000 edits maken en andere dingen. Soms gaan zij ook aan de haal met de productie. Dus soms vind ik het eerlijk. En soms denk ik, maar dit heb ik wel helemaal zelf gedaan. Maar uiteindelijk komt het gemiddelde wel ongeveer uit op wat klopt met die verdeling. En hoe zit die verdeling dan? Jullie 50-50 of wat? Volgens mij is het 60-40. 60 voor mij, 40 voor hen. Of minder, 70-30. En dan krijg je dus wel voor elke keer dat die uitgezonden wordt, krijg je een bedragje. Ja, en je krijgt ook gewoon... Je hebt dus drie posten, als het ware. Ja. Eerst heb je de demo fee. Dus dan heb je een reclame gemaakt, dan krijg je een demo fee. En daarna krijg je een final fee, als die wordt geplaatst. En dat is een hoger bedrag. En dan daarna krijg je over de jaren... of daarna maakt het inderdaad uit of het een reclame is die... Tijdens de Super Bowl wordt uitgezonden in Amerika. Want ook zenders, het is anders. Qua hoe hoger de kijkcijfers, hoe meer exact, de betaald wordt. Ja. Of het alleen online wordt gebruikt, dat is dan jammer. Of dat het inderdaad een supergoede, goedlopende reclame is die steeds opnieuw wordt gelicenseerd. En dat kan goed oplopen. Maar het verschilt heel erg. Ja, dit klinkt alsof het systeem wel goed in elkaar zit. Er wordt ook veel over geklaagd. Er wordt heel veel gezegd van die lui die gaan er met ons met de auteursrechten vandoor. Artiesten worden uitgeknepen. Maar je hebt ook productiehuizen. En ik ga geen naam noemen. Maar er zijn productiehuizen die... Noem eens even namen. Nee, ga ik niet doen. Die, zitten hier nou toch? Nee, maar omdat ik het niet zeker weet. Daarom ga ik het niet zeggen. Die auteursrechten wel afkopen. Ja. Daar heb ik een probleem mee.
Omdat ik wel gewoon vind van, nou, sorry, maar als mijn reclame 3 jaar lang op tv is, omdat mensen het vet vinden en daar wordt steeds opnieuw gebruikt. Je hebt eigenlijk een hitreclame dan. Ja, dan wil ik dat ook. Ik vind dat meetekenen, vind ik zelf niet zo'n probleem. Er zijn mensen die dat wel een probleem vinden. Dat snap ik ook. Ja. Maar dan moet je eigenlijk het vak niet in, want dat is redelijk common practice. Maar ja, kijk, er zijn wel mensen die dit heel erg ten harte nemen. Tjeerd Bomhoff bijvoorbeeld van Dazzled Kid. Ja. Hij is ontzettend goed met... hij onderhandelt heel erg sterk en heeft allemaal volgens mij de beste deal. Hij staat bekend als die gast die de beste deal heeft. Ja. En dat is heel goed dat hij dat doet. Maar dat betekent dat hij zijn hele auteursrechten houdt? Dat weet ik dus niet. Maar ik weet wel dat hij daar heel strak in staat. En ook zit van, nou, maar anders doe ik het niet. Nee. En ik sta er anders in. Maar je hebt wel veel werk. Dus je zit hoog genoeg in de hiërarchie om onderhandelingspositie te hebben. Ja. Nee, ja, maar en ik heb ook bijvoorbeeld onderhandeld over dat ik een hogere demo fee of whatever. Dat soort dingen doe ik wel. Ja. Maar toevallig dat van dat auteursrechten. Ja. Ik weet niet, misschien heeft dat ook te maken met dat ik instapte in dat bedrijf toen ze heel klein waren of zo. Dat ik gewoon, ik voel een soort alliantie met ze. Ja. En zij geven mij ook regelmatig werk. Dus dan, ja, voor mij heeft het nooit eigenlijk niet echt wrang gevoeld. Dus dat, ja, er zijn, want het was veel in de pers. Het was ook afgelopen jaar, kwam het heel van de krant en dan belde mijn zus van, wat vind jij nou? En het is goed om daarover na te denken. Dat is wel gewoon... En ook elke keer opnieuw over nadenken. Van, hoe sta ik er nu in? Maar momenteel heb ik een goede constructie. En kan ik de huur betalen van mijn compositie? En af en toe gaat het een keer heel lekker. En dan komt er een mooi bedrag binnen. Ga je op vakantie? Heb ik gewoon als muzikant misschien nog wel een pensioen. Holy shit. Dat is natuurlijk ook wel iets waar je dan wel blij mee mag zijn. Dat lijkt me zeker. Ja, ja. Laten we het hebben over iets wat dan in de hiërarchie eigenlijk net weer wat hoger staat, mm-hmm. creatief gezien. Ja. Namelijk filmmuziek maken. Er worden ook in Nederland films gemaakt natuurlijk. Korte, lange televisiedingen. Ben je daar ook mee bezig? Ik heb 2-3 jaar geleden heb ik een speelfilm gedaan voor Stefan en Flip van New Kids. Die hadden een film gemaakt, Ron Goossens Low Budget Stuntman. En daar mocht ik de score voor doen. Dat was echt een geschenk uit de hemel. Ik vond dat zo leuk. Ja? Ja. Want dat is een echt flinke klus dan. Flinke klus, ja. Nee, dat was echt superleuk. Zij wilden een soort jaren 80... Het gaat over een gast, echt zo'n heerlijke dronkenlap, echt een anti-held. Die totaal lam uit de kroeg komt, gewaggeld en iets superdoms doet. Met, rijdt hij een auto in de gracht of zo, ik weet niet meer. Iemand filmt dat op een mobieltje en dat wordt viral. En dan van het een komt het ander en hij wordt een low-budget stuntman. Oftewel, hij dringt zich helemaal in en gaat voor films. Als ze willen dat er iemand van het dak flikkert, dan doet hij dat. Dat is natuurlijk een belachelijk verhaal en dat is fantastisch. En ze wilden er ook belachelijke muziek bij, dus dat is te gek. Er mocht belachelijke muziek bij komen. Die moest ook lekker jaren 80 klinken waarschijnlijk. Heel jaren 80 en het was een soort, de briefing was jaren 80 meets spaghetti western. Dus Morricone-achtige... Jaren 80 meets spaghetti western. Ja, dus het is fantastisch. Okay. Dus ik... Het geluid van de spaghetti western komt uit de jaren 60, denk ik. Ja. Once upon a time in the west. Ja. Dat maar iedereen herkent. Precies, dus dan gaat het over van die prrr gitaartjes en van die lage bellen, die tubular bells. En hele bombastische, heroïsche thema's. En wat ik gewoon eigenlijk heb gedaan is, ik heb gewoon... en het fluitje natuurlijk. Het fluitje van Once Upon a Time in the West. Zeker. Ja. Nou, je hebt een paar dingen meegenomen om even te illustreren hoe dat nou werkt. Ja. Dat vond ik heel leuk. Ja. Laten we eerst even naar een paar dingen luisteren. Je had het net over de jaren 80. Eigenlijk is Halloween natuurlijk jaren 70. Maar het voelt officieel als jaren 80, omdat het toen al... Het was een beetje een voorloper. Ver voor zijn tijd uit was. Heel bepalend voor het geluid van films in de jaren 80. Eerst Halloween en dan door met Stranger Things, wat daar heel erg op gebaseerd is. En dan gaan we het erover hebben hoe dat werkt. Ja.
Ja, dit is goed, hè? Oh, ik vind dit zo waanzinnig goed. Zo goed. Ze hebben ook een band, hè? Survive. Het klinkt ook een beetje zo. Ja. Waanzinnig goed. En dat Halloween anthem, is dat nou eigenlijk hetzelfde wat ook in Bas en Adriaan gebruikt? Dat weet ik dus niet. Ik heb nog vroeger nooit Bas en Adriaan gekeken. Dus ik weet dat. Schande. Ja, sorry. Maar je wilde dit laten horen. Waarom? Nou, ik vond het leuk omdat ik hoor dat die jongens dit naar Halloween hebben geluisterd. Ja, zeker. Wat maakt het nou ethisch? John Carpenter, die soundtrack. John Carpenter, inderdaad, heeft het zelf gemaakt. De regisseur van de film. Is geniaal. Hij is namelijk geniaal in zijn superraarheid. Een muzikant zou denk ik nooit zoiets schrijven. En dat is te gek. Wat nou heel erg ethisch maakt, is die soort van die arpeggio. En de klanken van de synthesizers. Het is natuurlijk best makkelijk om een ethisch sound na te maken. Omdat je gewoon dingen uit de ethisch kan halen. En daarop dingen kan spelen. En dan klinkt het ethisch. Dat is een vrij snelle manier om dat te behalen. Maar zo makkelijk als het klinkt, is het vast niet. Nee, dat is het niet. Het is namelijk ook gewoon heel erg luisteren naar wat voor muzikale keuzes ze maakten. En ethisch over het algemeen. Deden ze heel veel met die arpeggio's. En ze. Het was het. Maar het had iets. Vaak als je bijvoorbeeld naar Badalamenti luistert. Van Twin Peaks. Dat heeft het ook iets soort van. Dromerigs. Maar ook een beetje melodramatisch vaak. En dat. Dat bij een soort van grotesk op een bepaalde, een soort van melodramatische manier. Maar wat de jongens. Het is niet de Duffer Brothers, hoe heet je nou? De jongens van de score? Kyle Dixon, Michael. Oké, die jongens. Nou ja, die twee. Precies, die jongens. Wat zij heel goed hebben gedaan, vind ik, is ze hebben klanken uit ethisch gepakt. En die hebben ze gecombineerd met moderne dingen. Dus bijvoorbeeld in de ethisch hoor je gewoon heel erg. Het verschil tussen die twee dingen is ook dat de Stranger Things track klinkt veel dikker en veel warmer en dieper en groter. Waar zit hem dat in? Ze hebben er gewoon iets anders in gestopt wat er toen niet in zat? Het heeft ook heel erg te maken met muzikale mode. In de jaren 80 was gewoon was het de mode om dat met je dat snerpende hoog te hebben en niet zo heel veel laag. Dat minder laag dan dat we nu hebben in ieder geval. En nu zijn we heel erg. Is het echt mode of is het ook technologische ontwikkeling dat ze bepaalde dingen nog helemaal niet konden? Nou, daar heb ik dus over nagedacht. Van, goh, want veel van de dingen die we gebruiken, zeker die jongens van Stranger Things, die gebruiken bijna alleen maar jaren 80 apparatuur. Maar kijk, oh ja, tuurlijk, het gaat wel via de computer nu met programma's die allemaal state-of-the-art supersnel gaan en bepaalde compressoren die uit nu komen. En daar zal vast wel wat in zitten, maar ik denk dat het echt een groot gedeelte mode is. Van dit vonden ze toen mooi. En dus als je voor een film of voor een serie of voor een reclame gevraagd wordt, maak iets wat jaren 80 klinkt. Maak iets wat jaren 80 klinkt meets spaghetti western. Yeah. Dan ga je dingen combineren met iets van nu eigenlijk. Ja. Ja, en maar er zijn dus ook trucjes om bijvoorbeeld het met moderne middelen ook zo jaren 80 te laten klinken. Bijvoorbeeld die jongen die It Follows heeft gedaan. Dat was ook zo'n hele vette indie horrorfilm 2 jaar geleden, denk ik. Zoiets, ja. Zoiets. Die was ook, die zat helemaal in die ethisch trend. Dat was zo'n trend. Dat was volgens mij gewoon begonnen door Drive. Dan had je de Neon Demon. Die kwam dat later uit. En It Follows. En Stranger Things natuurlijk. En dat was allemaal een soort van wow, jaren 80. Ze zijn terug. Maar wat hij deed, is hij kwam uit de gamewereld. Hij deed game muziek. En toen werd hij gevraagd voor de It Follows soundtrack. En hij had niet per se heel veel jaren 80 spullen. Hij had gewoon allemaal software synths. Dus dat is gewoon in de computer, dus dat is hartstikke modern. En hij had een heel leuk filmpje op YouTube gezet. Waarin hij praatte over hoe je dan sinds een beetje jaren 80 laat klinken. En dat is best wel leuk. Want bijvoorbeeld wat heel erg jaren 80 is dat de klank, dat het een beetje zweeft. Zullen we het gewoon laten horen? Want ja, je hebt wat voorbeelden daarvan meegenomen. Ik heb voorbeelden. Dus 3 voorbeelden. We lopen daar even doorheen. Ja. Rap kleine stukjes van het verschil tussen een droog synth en dan de bewerking die je doet om het te laten zweven? Ja, een beetje te laten zweven. Dus. Kan ik hier overheen praten? Ja, je mag hier overheen praten. Ja. Wel je eigen werk, kijk, maar.
Ah joh, dat is niet het mooiste wat ik ooit heb gemaakt. Maar dit is op zich een droog scene. Het is redelijk clean. Het zweeft wel een beetje van zichzelf, maar niet heel veel. Dan komt er eerst wat je noemt een sample delay overheen. Een sample delay betekent ik pak het geluid en dan maak ik een kopietje van het geluid en die komt dan daarnaast te liggen. Maar dan, en dan kan je zelf bepalen van hoe erg daarnaast. Komt hij er veel later na, dan krijg je dat soort van hey, 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 hey. Yeah. Maar je kan hem ook er heel kort daarnaast leggen. En dat betekent dat het geluid een beetje met elkaar, dat het net een beetje gaat zweven. En dan hoor je dit. Die hebben we ook. Er zit een soort golving in. Hij begint een beetje te zwabberen. Ja. Ik heb het expres een beetje overdreven gedaan van dat je het goed hoort. Dus ik zou het zelf niet zo doen. En dan heb je natuurlijk galm. Ja. Dat zijn dingen waarmee je ook meteen in een bepaalde tijd gaat zitten. Het zijn eigenlijk Instagram-filters, hè, dit? Eigenlijk wel. Maar je kan dus inderdaad kijken van er zijn heel veel verschillende soorten galm. Je had bijvoorbeeld in de jaren 50 werkten mensen vaak met spring reverb. Het is heel vet hoe galm wordt gemaakt, maar dat is voor een andere keer. Dan doen we de 3 uur podcast, ga ik daar. Ja, precies. Maar dat zijn dingen die je meteen herkent, of misschien niet die je meteen herkent. Want muziek is zo leuk omdat het intuïtief is. Maar het doet je eraan denken. En dan dus als je een bepaalde galm pakt, die ze in de ethische veel gebruikte. Ik heb dat dan op, ik weet niet meer precies welke het was, maar die zet je er dan op en dan klinkt het zo. En hier zit nog iets overheen. Hij klinkt fucked up. Hij klinkt fucked up. Express. Die ruis. Ja. Top. En dit is wat ik hier heb gedaan. Is ik heb er en een galm overheen gedaan. En ik heb er een bitcrusher overheen gedaan. En wat een bitcrusher doet, is die verneukt gewoon eigenlijk het geluid. Die pakt het geluid in de doet. En dat als je een echte oude synthesizer hebt, is er gewoon best wel een grote kans dat er ruis in zit. Want dat zijn echte printlaatjes en echte dingen. En ja, er zit een keer een jack zit er in, een stofje op of whatever. Er zit gewoon best wel vaak een beetje ruis op. En dat associëren wij. Nogmaals, het is intuïtief. Het is niet dat mensen luisteren en denken, goh, die ruis, die vind met ik lekker. Met authenticiteit. Nee, ja, we horen het en we vinden het lekker. Net als dat we een ruisje op beeld ook wel eens mooi vinden. Dus als je die ruis daar ook overheen plakt, dan suggereer je ook een soort van dus je bent op allerlei niveaus bezig op dat moment voor de kijker. Als je even Stranger Things, wat denk ik heel veel mensen hebben gezien, daar zit een aantal elementen in. 1. Het speelt zich af begin jaren 80. Ja. 1982 zo'n beetje. Mm-hmm. Dus er is ook muziek uit de jaren 80 die op de radio gedraaid wordt of door die in de discotheek. Maar het moet ook refereren aan een soort jaren 80 horrorfilm esthetiek. Klopt. We houden van die John Carpenter films waarin iemand met een mes achter een bosje staat. Mm-hmm. In Halloween bijvoorbeeld. Mm-hmm. Classic. Dat is classic en dat is er door onze blik van nu ook oud uit gaan zien. Terwijl op dat moment was het niet oud. Die synthesizer die John Carpenter gebruikte in Halloween. State of the art, man. Dat was peperduur, hartstikke nieuw. Ja. En daar zat geen kraakje in van een jack. Maar als we dat nu na willen maken en we willen met onze blik van nu daarnaar kijken, dan bouw je dus die ruis in. Nou, ik denk dat ze van vroeger de blik wel van nu. Ja, nou, maar ik denk dat ze vroeger wel die ruis hadden, hoor. Dat was niet omdat het oud was. Dat is ook gewoon omdat je met analoge spullen werkt en analoge spullen die kraken. Of die daar zit iets in. Of dat heeft een bepaald soort. Nogmaals, ik had het ook overdreven gedaan. Ik zou het zelf niet zo erg doen. Maar het is meer dat je het nog goed hoort. En ik trouwens, ik werk wel. Ik heb wel gewoon een kamer met synthesizers. Dus ik werk meestal wel met dat soort oude dingen. Yes. Yes. Ik heb ook gewoon een man cave. En die noem ik mijn girl cave. Maar dat klinkt heel vies. Dus dat noem zo noem ik het niet. Maar het is meer dat ik dacht van, oh, ik vind het heel interessant om daar inderdaad te kijken naar een componist die dat niet heeft. Want het gaat mij ook gewoon heel erg om, wat ik gewoon heel goed vind, is je hebt niet altijd hele dure spullen nodig om iets vets te maken. Het is ook gewoon wat je ermee doet. Want deze gast die heeft gewoon een paar softsins, maar heeft niet duizenden euro's aan synthesizers uitgegeven. Het gaat erom dat je creatief ermee omgaat en inderdaad je oren heel goed gebruikt. Van wat hoor ik nou en hoe kan ik dat nabootsen en hoe kan ik dat benaderen op een bepaalde manier met de moderne middelen. En het is best wel grappig om dan te zien hoe ver je kan komen. Ik vind het allemaal een stuk minder zielig klinken dan Toon.
Die serie. En die moet ik dus, ja, die misschien moet je wel, die niet kijken. Ja, die ik weet niet. Misschien ga ik, word ik misschien heel word je boos. Heel ga ik dingen gooien. Het enige wat ik nog graag van je zou willen weten is hoe je dit nou terugkoppelt naar je eigen muziek. Naar je Someone, een project wat je hebt doorontwikkeld tot ook een audiovisuele project, zeg maar. Ja. Wat neem je mee vanuit dit werk? Want je bent echt wel veel aan het uitproberen. Ja, nou, ten eerste de inspiratiebronnen. Door zoveel voor beeld te schrijven, heb ik gewoon gemerkt van dat beeld mij heel erg inspireert. Dus als ik met someone schrijf, someone. Dan vind ik het heel leuk om bepaalde beelden al in mijn hoofd te hebben. Dus ik heb wel eens bijvoorbeeld een scène uit Magnolia, een fantastische film. Die zet ik dan op loop. En dan ga ik schrijven. En zo heb ik The Deep ook geschreven. Dat is een nummer van mij. Dat was gewoon, dat gaat dan over beeld. Omdat ik gewoon merkte van, wow, als ik schrijf voor beeld, dan komen er beelden dingen in je hoofd. Ja. Geluiden in je hoofd. En dat sluit dan gewoon, dat sluit aan. En dat is eigenlijk dat voor inspireert. Jou ook een manier om de creatieve bron te openen, is dat beeld aan te zetten. Ja. Ook al is het niet het beeld waar je op dat moment iets voor moet maken. En het is ook een manier om je kritische stemmetjes uit te zetten. Als je schrijft, dan kan je ook wel een soort van te erg, te ingezoomd zitten. En dan wordt het allemaal veel ingewikkelder dan het is. En ik heb gewoon gemerkt, als ik een visuele prikkel heb, dan ontspant er iets in mijn hoofd. Het gedeelte van mij gaat gewoon kijken en ik, oh, is mooi. En dan ga ik schrijven en dan denk ik, oh, is mooi. En dan ben ik iets minder bezig met, wat moet zo worden? Oh, wat zal die ervan vinden? Dat, hè? En dus dat is ook een, vind ik, een heel leuk trucje om in je zak te hebben. Als je merkt van, oh, ik zit vast of zo. En nog dingen die ik meeneem. Bijvoorbeeld zoiets als, laatst had ik een meet and greet met allemaal filmmakers via Buma Music and Motion. Die doen dat trouwens. Dat is heel goed voor beginnende muzikanten om te weten dat, weet je, als je die wereld in moet komen, en dat is best lastig, dat er organisaties zijn die dit soort dingen organiseren. Buma Music and Motion is er één. En die kopt je dan. Speed date. Eigenlijk wel. Je krijgt een script, of drie scripts eigenlijk, en dan kan je scènes kiezen en dan ga je ervoor componeren. Daarmee krijg je kaders. Maar het leuke is dat die scripts, die waren gewoon heel uiteenlopend. En er waren gewoon dingen die speelden zich af. Of die hadden te maken met mensen uit Pakistan of andere culturen en zo. En daarom was ik in een paar verschillende soorten instrumentaties gedoken en andere manieren van opnemen. En dat ik merk dat de muziek die ik in die periode dan maak voor die scripts, en dan het eigen liedje wat daarna daaruit vloeit, dat ik denk, huh? Ik heb, oh, die plugin die ik toen heb gekocht voor die, oh, ja, dat ding, ja. Dat van dat gekke instrument dat we hier, wat ik niet heb. Oh, die is dan toch heeft me toch geïnspireerd, ga ik dan mijn eigen werk doen. Dus het is ook heel erg productie, wat je leert dingen, omdat je die kaders krijgt, moet je wel focussen op bepaalde dingen waar je misschien normaal niet zo op zou focussen. En dat neem je dan weer mee in je eigen werk. En dat is heel vet. Wat gaat er eerst uitkomen van je? Een nieuwe reclame of een nieuw liedje? Oeh. Ja, dat weet ik dus niet. Want het reclame hangt er vanaf of ik iets win of niet in de komende maanden. Ja. Maar een nieuw liedje, dat komt in ieder geval begin volgend jaar aan. Dus als ik daarvoor niks win, dan een nieuw liedje. Dankjewel dat je hierover wilde vertellen. Ja. En van alles hebt laten horen. Graag gedaan. Tof dat je er was. Over 2 weken is er weer een nieuwe machine. Check in de tussentijd ook Psycho Candy. Want dat is natuurlijk gewoon elke week. En ook leuk om te vertellen. Er komt een nieuwe podcast aan. Die heet Wereldhit. Heb ik gemaakt samen met Roosmarijn Rijmer. Maar dus over 2 weken weer een nieuwe hartstikke leuk machine. Dankjewel. Dank je. De jaren 10 zijn voorbij gevlogen. 10 jaar muziek raasde aan ons voorbij. Meer dan ooit slaagt de Nederlandse act erin de grens over te steken en succes te vinden in Engeland en de rest van Europa, of zelfs in Amerika. In Wereldhit vertellen Atze de Vriese en Roosmarijn Rijmer je de succesverhalen van Caro Emerald, San Holo, Joep Beving, Afro Bros en Epica. Wereldhit. Dat is het eerste wat ik dacht. En ik belde meteen mijn neef op waarmee ik draai, zijn broer Rashid. En ik zei, what the fuck is dit?